Hallo, Refli hier en superleuk dat je weer naar een videootje van me kijkt. En deze keer heb ik een leuke video voor je, maar ik heb altijd leuke video's voor je natuurlijk. Maar ik laat je zien hoe ik een pagina in mijn Hobonichi maak. En mijn Hobonichi gebruik ik als een daily journal. En misschien noem jij jouw journal wel een bullet journal, of een art journal, of een daily journal, whatever. Het maakt allemaal niet uit. Alles wat je ergens in maakt, kan je ook in een ander boekje maken. Dus, wat gaan we doen? Kijk, dit zijn mijn Hobonichi's. Dit is die van dit jaar. Die is nog niet zo heel goed gevuld. Dit is die van het jaar ervoor. Nou, ik word daar gewoon heel gelukkig van. Als ik alleen maar dit... Maar echt toch? Dat is hartstikke fijn. En die van 2020 is net zo dik. En dit is dus 2021 en 2022 moet ik nog een beetje beter mijn best doen. Kijk, die is nog een beetje sneuig. Maar daar gaan we dus nu een video van kijken hoe ik een pagina maak. En daarin laat ik ook zien hoe ik foto's print met mijn selfie printertje. Die is van Canon. Super leuk ding. Ik ben er ontzettend blij mee, want je kan hele fijne, kleine, leuke fotootjes maken. Dus dat zit ook in het videootje. En ik ga zometeen verder met het opnemen van mijn zomercursus die eraan komt. En hij wordt toch zo leuk, die cursus. Kijk, ik kan je alvast even laten zien. We gaan hem een prijsje tekenen. Hè? Wat else is nieuw? Deze en deze. Even een bladzijde omslaan. Lastig, één hand. Even geduld allemaal. En deze. En kijk nou. Jack en Loki. Zullen ze nou voor het eerst voorkomen in een cursus? Ja, dat gaat gewoon gebeuren. Dus ik hou op met oude nelen. We gaan lekker naar het videootje. Veel plezier. Super bedankt voor het kijken alvast. En ja, denk je nou, hey, die ref die maakt wel leuke dingen. Abonneer je dan gewoon. Doe je mij een enorm plezier mee. En super leuk als je ook een reactie achterlaat. En ik vergeet het bijna helemaal. Maar... dit is de comment van deze week. Dank je wel, lieve Anne, voor jouw altijd en eeuwige fijne tips. Echt, ben ik super blij mee. En dank je wel dat je reageerde onder mijn laatste video. En hopelijk vind je deze ook weer leuk. En misschien heb je weer een tip voor ons. Altijd laten weten, ben ik hartstikke blij mee. Dus we gaan nu, hoppakee, naar de video. Veel plezier ermee. Toedeledoki. Hallo, en daar gaan we beginnen. Dit is mijn daily journal. Die is al een aardig eind gevuld, maar nog lang niet zoveel als mijn voorgaande jaren. Dus ik ben een beetje terug aan het werken. Ik heb er wel tijd voor. En ik laat je eens zien hoe mijn Canon selfie printertje werkt. Je hebt gewoon een menutje in het scherm. Je moet speciaal papier daarvoor kopen. En ik heb een app daarvoor speciaal gedownload. En die app heet volgens mij gewoon Canon Selfie. Ja, dat is hem. En dan klik ik op het middelste en up layout. En dan heb je een mapje op je telefoon waar je alvast je foto's inzet. Het is even zoeken, want ik heb 600.000 triljoen miljoen mapjes maar gevonden. Daarin zet ik dan even de foto's die ik wil printen. Dus er staan er 8 in. Er kunnen er 8 ook op één zo'n vel op het maat fotootje wat ik wil. Je moet ze allemaal even selecteren. En dan zie je een voorbeeldje. En dan zou je dus nog iets kunnen aanpassen als je dat wil. Nou, hier kreeg ik een foutmelding omdat ik mijn wifi niet goed had staan. Dus dat stukje heb ik er even tussenuit geknipt. En ik geef hem hier opdracht om te gaan printen. Je moet zorgen dat je aan de achterkant ook genoeg ruimte hebt. Want ja, dat papiertje gaat naar achter. Zie je dat? En weer naar voren. Wist ik de eerste keer ook niet. En dan loopt het toch echt bijna gelijk helemaal vast. Het duurt eventjes, maar dan heb je ook wat. En hij print eerst geel, dan volgens mij roze, blauw en dan nog een soort wit. Dit ziet er zo grappig uit. Het doet me echt denken aan de foto's van vroeger. Die er af en toe een beetje gelig of rozig uitzagen. Ik weet niet of er nog meer mensen zijn die dit herkennen zoals ze er nu uitkomen. Zo herinner ik mij foto's van vroeger. En nu geeft die Canon alleen busy aan op zijn scherm. Maar normaal gesproken zie je dan bijvoorbeeld dat die roze print of blauw print. Kijk dan, wat een verschil. Hè? Het zijn dus maar 3 kleuren. En dan komt nu de laatste. Dan geeft hij altijd een soort wit bolletje. Dus dan denk ik, ja, misschien nog extra wit of zo. Ik weet het niet zo goed. Maar kijk dan, en zo komen ze eruit.
Prima qua kleur. Ik wil altijd alles zo fel mogelijk, maar dit is gewoon helemaal oké. Dit is gewoon perfect voor in mijn daily journal. En zoals ik al zei, ik werk in een Hobonichi. Dat vind ik gewoon zelf heel erg prettig werken. Jij kan natuurlijk zelf bepalen, werk je graag in een bullet journal of werk je in een ander soort schetsboekje of in een art journal. Het maakt allemaal niet uit. Dit is in ieder geval de Canon Selfie en ik ben daar super blij mee. Oh, en trouwens, is helemaal niet gesponsord. Is gewoon iets waar ik heel graag mee werk. Tata, daar hebben we de foto's. Nou, die ga ik dan eerst altijd even in stukjes knippen. Ga ik natuurlijk niet allemaal laten zien. Ik laat je alleen zien dat ik dat dus even gewoon met de hand doe. En dat het me niet zo heel veel uitmaakt of het randje qua millimeters precies wel of niet helemaal uitkomt. Het maakt me gewoon niet uit. Nou, en als je ze allemaal geknipt hebt, dan ga ik meestal bepalen welke foto's wilde ik gebruiken voor deze dag. Kijk ik altijd even terug in mijn agenda, wanneer was welke dag. En dan plak ik ze simpelweg gewoon met pritstift op. Er zijn vast speciale fotolijmdingetjes. Daar heb ik het geduld allemaal niet voor. Gewoon pritstift, huppatee en inplakken. En vast en zeker, al mijn journals zullen hier en daar wel eens wat dingetjes loslaten. Dat is dan maar zo. Dan plak ik het er gewoon weer in vast. Dus zie hier zaterdag 26 maart, wat ik al zei. Ik ben dus terug aan het werken. En 25 maart. Dus ik ga nu een enkele. Dit heb ik uiteindelijk allemaal achter elkaar gemaakt trouwens. Dus ik maak een soort dubbele spread. Maar het hoort niet bij elkaar of zo. Bij mij boeit dat helemaal niks. Ik zie het gewoon per dag. Dus ik ga nu 25 maart maken. Toevalligerwijs heb ik daarna gelijk 26 maart ook gemaakt. Maar die zie je niet in dit videootje. Ik laat je alleen even de linkerkant van deze pagina zien. En wat ik vaak doe, en dat heb je me vaker zien doen, is een stencil gebruiken. Dit is een stencil van Art bij Marlene van Studio Light. Ik vind hem helemaal fantastisch. Sowieso al haar producten vind ik super mooi. En wat ik dan dus doe, want ik wil met waterverf werken. Nou, dat gaat niet handig op een stencil, zoals je weet. Dan pak ik gewoon simpelweg mijn potlood. En ik plak het stencil wel eventjes met washi tape. Mijn eigen washi tape, zag je dat? Daar plak ik het wel even mee vast om te voorkomen dat het stencil heel erg gaat schuiven. Want wat ga ik namelijk doen? Ik ga met een potlood, zie hier, alle lijntjes omtrekken. Dat doe ik wel vaker en dat heb je vast. Als je mijn video's vaker gekeken hebt, heb je dat vast ook wel vaker gezien. Maar alleen dit al is voor mij zo meditatief om dit te doen. En don't worry, ik laat je nu niet 10 minuten zien hoe ik een stencil zit te doen. Dat stuk knippen we er natuurlijk even uit. Maar om te laten zien, zo doe ik dat. Ik plak het even vast met een stukje washi tape. Daarna leg ik het stencil neer. Oh nee, ik leg het stencil neer en ik plak het vast met een stukje washi tape. Ik pak mijn potlood en ga dan alle vakjes af, zeg maar. Als je tevreden bent over hetgeen wat je overgetrokken hebt, zal ik maar even zeggen, haal je voorzichtig de washi tape los. Dat gaat op zich prima in een Hobonichi. Dat scheurt niet zo heel snel. En toen bedacht ik, er zitten ook nog wat andere leuke rondjes in het stencil van Marlene. Dus die wil ik ook nog even gaan gebruiken. Dus die heb ik ook nog even met potlood op mijn journal gezet. En dan komt nu wat mij betreft het allerfavorietste onderdeel van het werk in mijn Hobonichi of het werken überhaupt, waterverf. En dit is ook echt wel mijn favoriete set, Pastel Dreams van Prima Marketing. Ik vind al deze kleuren zo mooi en dit zijn ook echt alle originele kleuren uit deze set. Is nog steeds te koop. Op mijn blog heb ik ook een linkje gezet. Naar alle producten die ik weer in deze pagina heb gebruikt, zodat je die makkelijk kunt aanschaffen als je dat al zou willen. En ik werk nu gewoon per rondje van dit stencil per kleur. Dus de binnenkant is geel, daarna doe ik een rondje oranje, daarna doe ik een rondje die hele lichtroze, een beetje zalmachtig. En zo ga ik eigenlijk het hele rondje van het stencil van Art bij Marlene langs. En weet je, dit is zo meditatief. Dit voelt eigenlijk net een beetje als
vroeger, als je een kleurboek had en nieuwe kleurtjes misschien. En dat je dan gewoon lekker ging kleuren, weet je. En het denkwerk is al voor je gedaan. De kleurplaat is er al, in dit geval de stencil is er al. Je moet hem alleen nog even met potlood dan uitlijnen. Maar daarna kan je gewoon lekker aan de slag. Dus stel nou dat je denkt, ik weet echt niet zo goed wat ik moet tekenen of hoe ik moet tekenen. Ga gewoon met die stencils werken. Dat is helemaal prima. Trek ze over met een pen of een potlood of een vulpen. Dat geeft ook een heel leuk effect. En ga daarna lekker of met je kleurpotloden of met je stiften of in mijn geval in mijn Hobonichi met mijn waterverf. Ga het gewoon lekker inkleuren. En je wordt er gewoon rustig van. Dat is gewoon echt zo. Dus iedereen heeft er baat bij als je dat eens eventjes gaat doen. En om het videootje niet te lang te maken, zal ik hem toch even moeten versnellen hoe meditatief dit ook is. Anders kijkt niemand hem af. Maar zo kleur ik dus één voor één heel rustig aan alles in. Oh, en vergeet niet, als je dit in je Hobonichi doet en je zou met stiften willen werken, bijvoorbeeld met Tombow markers, dat drukt verschrikkelijk door. Waterverf gaat helemaal prima, kleurpotloden gaat helemaal prima. En er zijn een aantal stiften die heel licht zijn, dat gaat ook helemaal prima. Maar echte brushpennen en dergelijke, die drukken heel erg door. En dan gaan we nu ook gewoon even genieten van een kleine Jack & Loki break. Nou, en meerdere keren per dag check ik altijd even buiten. Kijk nou. Hi. Ik lig hier lekker te slapen hier. Dat is je favoriete plek, hè? In het hoekje. Oh man, lekker toch. Het is warm zat buiten, hè? Check, ik vind het heerlijk om buiten te liggen. Misschien ook wel vanwege Loki. Nee, hè? Oh, zit je lekker in je eigen staartje? Nee, toch, hè? Gewoon lekker buiten liggen. Dat deed hij vroeger ook al, hoor. Vroeger voor Loki, pre-Loki. Hé? Dag, Jackie. Lekker liggen. Kijk eens even daar. Binnen. Oh, neem me niet kwalijk. Ja, wil je naar binnen, Loki? Kom maar. Kom maar, moppie. Ik viel bijna om. Ja, dat zou ik ook verschrikken. Ik doe niks. Loki. Nou denkt hij dat ik hem wil pakken. Loki, ik wil je alleen naaien. Loki. Wat zie je allemaal? Wat was dat? Een vogeltje. Ja, vindt hij leuk, hè? Ik doe alleen aaien. Oh, dat mag wel. Loki. Hoi. Nou, doei, man.
En als je dat helemaal af hebt en het is een klein beetje droog, dan gaan we de titel schrijven. En mijn titel is Flut Klarna. En dat komt omdat er het een en ander misging toen ik mijn vorige cursus aan het lanceren was. Dat was allemaal hartstikke ellendig. Maar goed, daar kan ik wel leuk een pagina over maken. Dat is dan het voordeel. En zoals je ziet schrijf ik de titel eerst één keer met potlood. En daarna ga ik er helemaal langs nog een keer met een potloodlijntje. Zodat ik een dubbele lijn creëer. En die kan ik vervolgens inkleuren. Dus dat is mijn totale doel. Ik wil alleen maar dat dubbele lijntje. En ik heb geen cursus handlettering gevolgd en ik zou ook echt niet weten hoe dat moet. Ik doe gewoon hoe ik het leuk vind, want dat is namelijk gewoon mijn eigen handschrift. Nou, en ik had het net al eventjes over stiften. En bepaalde stiften drukken heel erg door en andere weer helemaal niet. En dit is de Frixion Colors en die is van Pilot. Ik heb een linkje ook weer in mijn blogpost staan. Nou, die lichtroze, die was veel te licht. Vandaar dat ik even deze paarse erbij gepakt heb. En soms is het gewoon fijn om even niet met waterverf te werken, maar gewoon met stift. En wat nou zo grappig is aan deze stift, is dat hij sowieso, hij drukt niet door. Maar ook, hij is uitgumbaar. Dus aan de dop die ik nu in mijn linkerhand heb, zit een soort ja, mini-gummetje-achtig rubber dingetje. En als je daarmee over die stift gaat, gum je het dus gewoon uit. En weet je wat nou ook zo grappig was? Pas geleden was ik met mijn heatgun aan de slag. Op een andere pagina, volgens mij op de rechte pagina, die nu nog niet gevuld is, was ik mijn waterverf even snel aan het feunen, om zo snel mogelijk weer verder te kunnen met filmen. En later pakte ik deze linker bladzijde erbij en toen dacht ik, ik had die titel toch gedaan, die had ik toch paars gedaan. Maar wat blijkt nou, als je dus met je heatgun ook maar in de buurt bent, want ik heb helemaal niet op die linkerpagina geheatgunnerd, maar als je dus met je heatgun in de buurt bent, dan vervaagt het ook. Dus dat paarse, dat was bijna helemaal weg. Ik dacht echt, ik heb dat niet gegumd. Nou, de enige oplossing was dus, ik ben met die heatgun aan de slag geweest. Dus mensen, tip van Flip, als je dat doet, dan gaan gelijk je kleuren weg. Ik checkte hier nog even met mijn linkerhand of mijn waterverf wel echt goed droog was, want ik wil nu gaan schrijven. Dit is gewoon een hele goedkope marker van de HEMA. Schrijft ontzettend lekker, daarom gebruik ik hem graag. Alleen die drukt wel een heel klein beetje door. Nou, boeit me dat allemaal niet zo heel erg, want ik wil gewoon mijn tekst in mijn journal hebben en daarna vind ik het allemaal prima. Dus gewoon lekker gaan schrijven en je kan elke marker natuurlijk gebruiken die je wil. Maar let dus wel op, als je in een Hobonichi werkt, heb je kans dat iets wat sneller doordrukt. Hey Jackie! Hallo! Lig je lekker in de zon? Ja, hè? Even genieten nog. Zo, doe maar. Hallo. Ja. Lekker, hè? Even lekker een podcast inspreken. Het is dinsdagochtend. Het is mijn favoriete hoekje, dit. Dat zie je zeker wel. En ik heb deze deur heerlijk openstaan. Maar sommige katten snappen het niet helemaal. Loki, je ligt voor de verkeerde deur. Of lig je gewoon random? Hè? Was het niet de bedoeling? Oh, wat heb je nou weer aan je vacht hangen? Het is je daddy. Het is je daddy. Lekker ding. Nou ja, dan lig je daar. Ook goed. Ook goed. Ook goed toch? Kijk, ik wil gaan inspreken. Ja, wat ga je nou doen? Kom je me even lastig vallen? Hallo? Ja, ga je daar liggen? Ja, doe maar. Oh, je gaat daar zitten. Zo. Het gele kleedje? Ga maar lekker liggen, Jackie. Doe maar. Goed zo. Of toch niet? Oh. Ja, ga hier maar. Ja. Ga hier maar. Goed zo. Nou, kan ik even verder?
Ja, ik zie het al. Jij gaat chillen. Ik kwam aangewandeld. Toen dacht Loki natuurlijk... Oh nee, ik denk hij gaat even spelen, maar dat valt mee. Hé, hey, ik ben een beetje moe. Zo, ben je een beetje moe, jongen? Biedibiedibied. Ah, lieverd. Zo kon ik in het echt maar zo snel schrijven. Dit was natuurlijk een keer 8 of zo gedaan. Oh, Jack komt ook nog even gedag zeggen hier. En wat ik dan meestal als laatste doe, is gewoon nog een paar leuke stickertjes toevoegen. En ja, je ziet het goed. Dit zijn mijn eigen stickersheets. Uiteraard kan je die gewoon in mijn shop kopen. En denk je nou, oh, dat daily journal, hè? Ik vind het toch echt wel heel erg leuk. Het is nogal verslavend, zal ik eerlijk zeggen. Ik heb hier ook een cursus over opgenomen en in die cursus geef ik je nog veel meer tips en tricks over hoe ik alles doe en hoe je het ook dagelijks bij zou kunnen houden. En ja, ik val ook wel eens een keer in de valkuil van het niet bijhouden en dat is helemaal niet erg, dat gebeurt gewoon. Je hebt af en toe lege pagina's, dat is helemaal dikke prima. Maar goed, stel dat je nou denkt, oh, ik vind het wel even leuk om te weten hoe jij dat allemaal aanpakt. De cursus kan je natuurlijk gewoon in mijn shop vinden op www.refly.nl. En daar vind jij ook deze uber schattige stickertjes. En zoals je ziet, it's okay to cry. Ik heb ook stickers voor als je een beetje wat verdrietiger bent. Dus niet altijd alles is even leuk en lollig. En dan is het fijn dat er ook andere stickertjes zijn die je kunt gebruiken. Nou, zoals je ziet, ik heb een hele berg stickers van mezelf natuurlijk. Dat is het voordeel als je je eigen stickerlijn hebt. En nou ja, goed, ik zoek er nog een paar bij. Volgens mij ben ik precies nog op zoek naar eentje, precies. Op een van deze stickervellen waarvan ik weet dat ik hem heb en die wil ik er nog in plakken. En dat is hem dan. Keep dreaming. Nou, lieve schat, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt, dat je ervan genoten hebt. En nou ja, misschien kijk je ook al mijn andere video's nog wel eens een keertje. Of laat je een leuke reactie achter. Als je dat doet, misschien sta jij de volgende keer wel in deze video te shinen. Dus, happy journaling zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Toedeledokie.